Hallo, ik ben Rens. En ik ben Bastiaan. En welkom in ons drugslab. Wow, dit is vet raar, jongen. Ik zie een aap. Oh, god, ik zit de hele tijd in mijn beweging. Ik word een beetje gek van u. You know the fucking concept. En in dit lab proberen we verschillende soorten drugs uit om te kijken wat het met ons lichaam doet. En het mooie is dat jij kan bepalen welke drugs we gaan proberen door gewoon een comment achter te laten met de drug die jij zou willen zien. Ja, en Julian en vele anderen lieten ons weten dat ze heel erg nieuwsgierig zijn naar ketamine. Dus dat gaan we dan ook doen. Ja. Nou ja, we, ik. Ja. Ik ben ook kapot zenuwachtig. Ik vind het heel spannend, ja, hè? Ja, ik vind het echt heel spannend. Ja. Mijn hart die zit echt hier. Hier is het. En het is dus een dissociatief tripmiddel. En dat betekent dat het je lichaam scheidt van je geest. Dus als je ook heel veel ketamine op hebt, dan weet je ook niet meer van wie de handen zijn die je ziet. De clichés verder bij ketamine zijn dat je heel erg zweverig wordt. Dat je heel erg dromerig kunt voelen. En dat je als een soort robot beweegt. Dus dat je eigenlijk je lichaam niet meer onder controle hebt. En nou ja, heel houterig beweegt. Nou, wij hebben ketamine in poedervorm. Je hebt het ook in vloeibare vorm en dan kun je het injecteren. En laat ook altijd je ketamine testen, want dan kun je de juiste dosering bepalen. We hebben hier 1 gram ketamine met 80% zuiverheid. Ja, en dat is best wel netjes als je nagaat dat pure ketamine 87% zuiverheid heeft. Ketamine is een synthetisch narcosemiddel wat voornamelijk wordt gebruikt bij de dierengeneeskunde. Het werd ook heel veel gebruikt bij mensen, maar het had toch wat nare bijwerkingen. En daarom hebben ze daar nu andere middelen voor. De werkzame stof in ketamine is 2,2-chlorofenyl-2-methylamino-cyclohexanone. Dat je het even weet. Ja, en als je te veel neemt, zo vanaf 100 milligram, dan kan je in een keel terechtkomen. En dat is eigenlijk dat je lichaam en je geest van elkaar scheiden. Dus je geest is op zich nog wel normaal, alleen je hebt geen controle meer over je lichaam. Je kan je gewoon niet meer bewegen. Mensen ervaren het of ze door een tunnel gaan. En het werd ook ervaren als doodgaan. Zo, nou, ik heb mijn band omgedaan. Die meet mijn hartslag en mijn lichaamstemperatuur. Hij is nu wel vrij hoog, je hartslag. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat je zenuwachtig bent. Ja, ik ben echt zenuwachtig. We verwachten ook dat de hartslag nog verder omhoog zal gaan. Mm-hmm. Samen met de lichaamstemperatuur. De beginnersdosis ligt tussen de 20 en de 50 milligram. Hoeveel ga jij nemen? Ik ga voor de 30. Beetje tussenin? Ja, want ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik wil wel even op safe spelen eerst. Ja, kijken hoe ik me dan voel. Pas ook echt op met hoeveel je neemt, want je hebt veel minder nodig dan bijvoorbeeld cocaïne of andere snuifbare poeders. Leg ik het even heel mooi. Wel een beetje verdeeld ook. Ja. Nou, de inwerktijd bij snuiven ligt tussen de 5 tot 15 minuten. Mm-hmm. De effecten houden ongeveer 45 tot 60 minuten aan, dus het duurt ook niet heel erg lang. Nee, maar voor je gevoel, omdat je geen tijdsbesef meer hebt, kan het wel langer gaan duren. Ja, en de na-effecten die houden toch zeker wel 2 uur aan ongeveer, ja. Dus hou daar ook rekening mee. Hoe voelt het? Brandt een beetje. Ja? Ja. Ik heb geen smaak in mijn mond of zo van iets. Van, maar ik voel het wel echt in mijn neus zitten nu. Dan gaan we even wachten. Ja. Het kan heel snel gaan, hè? Ja. Voel je al iets? Nee, nog niet. Nee? Nee. Dan gaan we even wachten. We zijn nu 20 minuten verder. En je voelt het al wel lekker, toch? Ja, mijn zicht, dat is nu een beetje aan het golven, zo. Zo. Wow, dit is vet raar, jongen, maar het is wel echt vet. Nou, alles rekt uit, soms zo. Dit is echt wel echt iets anders. Dit is echt wel iets, je kan het niet met een druk vergelijken wat ik tot nu toe heb geprobeerd. Nee, dit is echt heel, het is echt, ja. Wow, het is echt vet raar. Hoe voelt dat? Ja, raar. Ik voel het niet. En als ik erin knijp? Nee, what the fuck? Nee, what the fuck? Echt niet? Nee. Je vraagt je eigenlijk af, is dit nog wel mijn lichaam? Ja, een beetje, ja. Daarom kan ketamine dus ook gevaarlijk zijn, omdat je dus heel weinig voelt. En daardoor kun je je verwonden zonder dat je het doorhebt. Ik zou nu niet echt op een party willen staan, want dan,
ik snap het nu al niet, snap je? Dus ja, het gaat allemaal nu al traag. En dan als er nog duizenden mensen om je heen zijn, ik zou helemaal knijtergek worden. Ja. Maar we gaan toch even dansen. Ja, is goed. Kom. Nou, wat je kunt doen, afhankelijk van hoe je voelt, is bumpen. En dat betekent dat je iets bijneemt. Nou, je hebt net wat bijgenomen. We hebben een half uur gewacht. En we dachten, nou, er kan er wel ietsje bij. Dus je hebt 15 milligram bijgenomen. En nu ga je echt lekker, hè? Ja, dit is echt heel raar. Nee, je ziet heel het. Hoog. Ja. Leek heel hoog. Ja? Over hier heel hoog zit, ja. Maar ik durf ook niet met mijn voeten erop gaan. Zo in mijn bank dat ik naar beneden val. Echt? Ja. Nou, dit is echt ziek raar. Wat zie je? Dat mijn been voelt heel raar aan op de grond. Voel die grond. Het is die grond voelt zo zwaar. Benen voelen zwaar? Nee, die grond. Hoe kan de grond nou zwaar voelen dan? Ik ben één met de grond, zou ik zeggen. Ik voel gewoon dat het een zware grond is. Volgens mij heb je heel veel moeite om afstanden in te schatten nu. Zou je dingen nog kunnen vangen, denk je? Laten we proberen. Oh, zo. Die zou ik niet aankomen. Ja, ik weet dat het een appel is, maar als je een appel pakt, dan denk je nooit van, oh, hoe voelt een appel nou? En nu voel ik gewoon hoe een appel voelt. Ik moet plassen. Moet je plassen? Plassen. Wist je dat als je intensief ketamine gebruikt, dat je dan nier- en blaasproblemen kunt krijgen? Mensen praten dan ook wel eens over de K-kramp. Dat is een hele heftige buikpijn. En nou ja, het voelt ook een beetje als een blaasontsteking. Mocht je die problemen nou hebben, stop dan onmiddellijk met het gebruik van ketamine. En ga naar de huisarts en vermeld dan ook gewoon dat je ketamine hebt gebruikt. Ik ben heel erg benieuwd, Bastiaan, hoe jij het gaat doen met de coördinatieoefening. Ik bestuur het wel, maar het is niet mijn hand. Stel, je hebt geslapen zo, heel lang, met je arm onder je kussen. Dat je 's ochtends wakker wordt en dat het zo slaapt en dat je het niet meer voelt. Zo. Ja, precies. Dat gevoel. In je mond heb je... Heel veel steeksel. Ja, merk je dat ook ja, echt? Ja, heel erg. Moet je veel slikken? Ja. Dan heb je ook, dan heb je misschien minder dorst. Of heb je dorst? Of? Ik heb geen dorst. Geen dorst? Ook geen honger. En ben je ook misselijk of valt mee? Ja, ik ben wel een beetje misselijk. Ben je misselijk? Ja, een beetje. Ja? Niet heel erg. Ik kan een beetje niet dat ik moet denken dat ik nu zeg. Moet kotsen? Nee, dat niet. Nee, doe je ogen eens dicht. Hoe is dit? Ik zie een aap. Oké. Okay. Ketamine kan er ook een beetje voor zorgen dat het lijkt alsof je droomt. Is dat waarom die aap ook ineens te zien was? Zo'n oranje aap met zo heel veel haartjes. Dat zag ik. En die keek zo op me aan. Oh, dit is zo raar. Dit is echt zo raar. Volgens mij zit ik al heel de tijd met mijn armen zo, of niet? Maar, oh god, ik zit de hele tijd in beweging. Ik word een beetje gek van u. Word je er gek van mij? Het is wel lekker, maar ik kan niet ophouden. Ik moet gewoon de hele tijd. Mocht iemand nou toch in een K-hole terechtkomen, zorg dan dat je bij diegene blijft. En stel diegene ook gerust, want het duurt maar een uurtje. En mocht iemand echt helemaal oud gaan, bel dan gewoon 112. Ik zou nu wel piano willen spelen eigenlijk. Ja? We lachen. Zou je dat ook kunnen, denk je? Nou, ik kan het niet, maar het lijkt me wel grappig om mijn vingers plus zo naar gaan. Nou, we zijn anderhalf uur verder. Ja. En het is een beetje uitgewerkt, of niet? Ja, ik kom nu weer langzaam op aarde. Ja, hoe vond je het om te doen? Het is leuk, maar het is niet heel speciaal. Als ik het niet had gedaan, had ik het ook niet gemist. Snap je? Het is echt leuk, want je bent echt je snapt het allemaal niet. Je handen worden groot en je lijkt naar de elastiek en zo. Dat is echt heel grappig. Ik zou nou nooit zoiets hebben van, nou, ik ga nu naar een feestje en ik ga dit doen. Het is dus heel verslavend eigenlijk. Ja. En veel verslavender dan andere tripmiddelen. Je kunt er geestelijk afhankelijk van raken en er treedt tolerantie op. Dus je hebt steeds meer nodig voor hetzelfde effect als je regelmatig gebruikt. Het mooie aan ketamine is wel dat je er geen tekort door krijgt in je hersenen. Dus je hebt niet echt last van een dip of een kater. Mm-hmm. Dus dat is fijn om te weten. Ja, inderdaad. Dit was Drugslab voor deze week. En mocht jij een drug hebben waarvan je denkt, hey, wat voor effect heeft dat op het lichaam? Laat het dan even weten in de comments. En wie weet testen we het uit. En check ook even de do's en don'ts video over het gebruik van ketamine. Want als je die kijkt, dan kunnen de risico's worden beperkt. Klopt. En dan zien jullie volgende keer weer. Tot volgende week. Hoi hoi. En abonneren, hè. You know the fucking concept.
Nou, goedemorgen allemaal. Het is een dag na de ketamine. En ik voel me wel goed. Ik heb goed geslapen. Ik voel me fit. Ik had gisteren alleen een beetje hoofdpijn, maar dat is nu alweer over. En ketamine, ja, omdat je die controle kwijt bent, is het gewoon heel heftig. Dus ja, dat wil ik jullie eigenlijk meegeven. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.